Elke dag koken met plezier. Dat doe je dankzij de makkelijke en smaakvolle receptjes van onze Yamchefs. Vandaag is het jonggeweld Jan Tournier die zorgt voor de dagschotel. Goeiedag, vandaag ga ik een gerechtje maken met kip. Wat komt daarbij? Pastinaak. We gaan er een crème van maken. En ook met diezelfde pastinaak gaan we ook een soort van gefrituurde slingers van maken. Het ziet er heel mooi uit en is super lekker. Ik stel voor dat we eraan beginnen. Wat gaan we beginnen? Met een pastinaak crème. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Pastinaak. Dus ja, het is een pastinaak, maar ja, je hebt ook van de die. Dunschiller. We gaan die eerst schillen. Wat ik altijd doe als ik schil, hè? Dus ja, niet zo, maar zo. Altijd heel gemakkelijk, ook niet zo. Je gaat dat zien, dan gaat dat heel rap. Hopla. Dus een pastinaak, dat lijkt eigenlijk vrij veel op een peterseliewortel. Dus juist, de smaak is eigenlijk iets anders. Wat is het lekkerste? Ik vind ze eigenlijk alle twee lekker. Maar het is vandaag pastinaak. Hopla. Zo, vuil altijd direct wegdoen. Want we werken graag proper. Een mes. Oeh, nee, dit niet. Goed, er zit nog een beetje pel op. Niet lekker. Smijt het gewoon weg. Ik ga die zo op zo langst een beetje snijden. Gewoon voor het feit dat het allemaal niet te lang hoeft te duren. Voilà. Pieter, zit er mee? Antwoord niet. Ja, Jan. Dan gaan we die gewoon onderzetten in water. Vrij simpel. Dat is eigenlijk gewoon gelijk aardappels. Zo. Dan gaan we ons vuurtje opzetten. En dat werkt hier perfect. Wat kunnen we er nog bij doen? Klein beetje zout. Voor hetzelfde zoals een aardappel. Wat je ook nog altijd kan doen, is een klein beetje melk eraan toevoegen. En dat doe je dan gewoon enkel en alleen voor de kleur. Omdat de pastinaak ziet wit. En we willen graag wit houden. De volgende stap die we gaan doen, dus we hebben hier onze pastinaak op staan voor onze kei lekkere crème. Nu gaan we het volgende doen. We gaan ook een crunch van pastinaak maken. We gaan die frituren. Dus nu heb ik van die lange meegenomen. Je kunt er ook de pier mee pesten. Dat gaat allemaal. Lange pastinaak. Dus we gaan die zo mooi proberen op zijn langste schillen. Zodat we zo lang mogelijke sliertjes hebben. Zie? Zoep, zoep. Dat buitenste ga ik er wel afdoen. Dat kan ook hoor, dat buitenste, maar dat is net iets bitterder. Grappig productje eigenlijk. Dus kijk hè. Joe, zie, dat is hetgene wat we moeten hebben. Zo. Zie, je ziet dat al, hè? Het is precies een beetje tagliatelle. Dat is wel lollig. Oké, next. We hebben dus hier onze olie. Ik heb nu arachideolie gebruikt. Je kan ook met zonnebloemolie. Maar ik zal bij die twee houden. Niet met olijfolie, want dat is niet lekker. Hoe warm moet dat ongeveer zijn? Ja, ik denk ongeveer zo'n 160 graden. Maar nu staat dat hier op en ik zie dat hier al vrij zo'n beetje liggen bewegen en zo. Dus ik zou één sliertje pakken. Pak ze niet allemaal, want we kunnen terug opnieuw beginnen. En dan gaan we dat testen of dat begint te frituren. Maar zie, kijk. Dat gaat goed, hè. Dus ja, niet lang wachten dan, hè. Ook niet allemaal tegelijk erin gooien. Dan gaan ze aan elkaar plakken. En dan is dat ook niet zo lollig, natuurlijk, hè. Ik ga mijn vuur wel een klein beetje minder zetten. Als het ene keer heet is, is het heet genoeg. Het moet niet heter, natuurlijk, hè. Ja, dat komt helemaal goed. Ik ga mijn zeefje er al bij nemen. Dan kunnen we dat gemakkelijk door. Allee, afgieten, ik zal het zo zeggen.
zien, die worden zo lichtbruin. Laat dat nooit te bruin worden, want dat is echt niet lekker. Dan worden die zo'n beetje bitter. En bitter, ja, ik ben er niet zo voor. Ja, schoe. Ik ga er hier een klein papiertje bij halen. Voilà. En dan ga ik die erop leggen. En dan gaan we die onmiddellijk een beetje uit elkaar trekken. Die krokantheid die komt eigenlijk pas een beetje later. En dan heb je alleen maar mooiere sliertjes die krokant zijn. Het is eigenlijk een soort chips, hè? Groentechips. Je kunt dat met alle soorten doen. Hè? Met aardperen is ook lekker, rode biet. Wat doen we er nog op? Klein beetje zout. Fijn zout zou ik wel doen. Als je van die korrels hebt, die gaan niet blijven plakken, denk ik. Als dat camera hier goed is ingesteld, dan hoor je dat... gaan. En dat wil zeggen dat het goed is. Ik ga dat hier zo wat in doen. Dat werkt iets fijner. En dan ga ik eens kijken of onze pastinaak al klaar is. Ik ga er eentje uit halen. Hè. Wel heet. Nu ga ik de kip bakken. Boink. Gewoon simpel. Wat gaan we ermee doen? Ik ga een beetje drogen, dat de vocht er vanaf is. Zo. Dan ga ik die een beetje kruiden met peper en zout. Beetje olijfolie. Ik doe dat altijd, want dat bakt niet aan. Dan schipjefileetje erin. Het gaat ook al, dus dat is goed. Dan onze pastinaak. Die gaan we doorzeven. En dan gaan we dat blenden. Nu heb je nog een beetje vocht van onze pastinaak. We gaan dat niet direct wegdoen, want ik ga er een beetje voor gebruiken voor bij mijn crème te doen. Ja, zo. Ondertussen denk ik dat onze kip best oké is. Dat ziet er wel mooi bruin uit, dus we gaan die omdraaien. En dan stel ik voor van die misschien gewoon even van het vuur te zetten. Dan gaat u dan heel rustig verder garen. En u gaat niet rap krijgen dat uw kip te droog gaat zijn. Dus laat dat gewoon rustig even doen. En dan kunt u ondertussen met uw crème bezig zijn. Wat heb je ervoor nodig? Boter, ja, er mag best veel in, want het is ook veel pastinaak. Hopla. Klein beetje olijfolie. Zout gaan we erbij doen. Sissa. En dan gaan we dat alles een keer blenden. Start. Je mag dat gerust 4 minuten laten blenden, dan wordt het alleen maar fijner. En dan is ook een beetje een kruising tussen een saus en een crème. Zo. Kijk, dat ziet er dus echt perfect uit. Helemaal wit ook. Pieter kan eens meekijken. Ziet u het? Top. Dus dan ga ik een bord nemen dat ik hier had gezet. Zo. Kip. Hoe kun je nu weten dat dat gaar is? Kijk, ik kan er nog een beetje induwen. Van het moment dat dat knoerhard is, dan is dat niet goed. Dan is dat veel te droog. Dus we gaan die nu snijden. Ik ga die gewoon een reepje snijden. Man, die messen zijn scherp. Heerlijk. Kijk, dan leggen we dat gewoon zo, onze kip erop. Ik ga ze ook zo'n stukje laten zien. Dus dat is echt nog helemaal zo lekker vochtig van binnen. Dat is echt de bedoeling ook. Dan is je kip echt super mals. Dus nu kunnen we verder gaan met onze kip te dresseren. Dus ik heb hier onze chips van pastinaak. Je ziet dat, allemaal van die kei mooie sliertjes. Je kunt er zo ja, een beetje kunstig mee doen als je dat wilt. Hè. Hoeft niet. Als je niet van kunst houdt, dan doe je dat niet. Hier nog die leukert hier. Dan ga ik een stukje van afsnijden. En dan ga ik er wat rauwe slices van maken. Je ziet niet dat je in je vingers snijdt met dat, want dat is echt wel zeer gevaarlijk. En dan leg je er gewoon een paar van die rauwe pastinaakjes op. Dat is trouwens ook heel lekker, rauwe pastinaak. En dat geeft zo net iets extra. Vind ik dan persoonlijk. Nadien ga ik er een beetje olijfolie over doen. Sissa. Dan. Onze saus, crème, zwart, whatever. Je mag er best veel op doen, want dat is echt wel super lekker. Dus nu ga je er als finishing touch nog een klein beetje olijfolie gewoon rustig zo'n beetje erover doen. Dan maakt het allemaal alleen maar lekkerder, iets smeuiger. Zo, ons gerecht is klaar. Kip met gefrituurde pastinaak, crème, jus, pastinaak en rauwe pastinaak. Alsjeblieft.